We hebben Adventure Flights opgericht, ik denk in 1993. Dat heb ik samen met een vriend van mij gedaan destijds. We waren allebei zelf vrij fanatiek aan het vliegen. En ja, toch wel steeds meer mensen die het leuk vonden om ook mee te gaan vliegen. En ja, met name binnen de vriendenkring. We merkten dat je dan wel heel erg veel vrienden gaat krijgen. En ja, toen hebben we gedacht, ja, we waren bij de instructeur. We hadden ook mensen die graag wat meer wilden leren. Dus ja, dan ben je al gauw wat lessen. En ja, dan moet je rekening gaan versturen. Dus dat betekent dat we toen destijds Adventure Flights hebben opgericht. In het begin was dat nog vanaf de diverse satellietveldjes hier in Noord-Holland. Waar we dan iedere keer apart vergunning voor moesten aanvragen. Dus dat betekende dat je iedere keer het vliegtuig mee moest nemen. Want er waren geen voorzieningen. En hier hadden we al een hangar waar we de toestellen konden laten staan. Dat was eigenlijk de enige plek in Noord-Holland waar we terecht konden. En ja, zo is dat een beetje ontstaan. En doordat wij hier ons als vliegschool hebben gevestigd op een terrein wat uiteindelijk in 2011 permanent is aangewezen als luchtvaartterrein voor de Microlights. Ja, trek je ook ontzettend veel mensen aan en heeft dat gewoon een stukje groei gegenereerd. Ja, waardoor we nu hier een fantastische locatie hebben met een mooie brasserie erbij, een prachtig clubhuis en voldoende stallingsruimte. Ja, je zit toch een beetje aan de westhoek van Europa. Dat betekent wel voor ons dat als we echt iets willen, dat je altijd naar het oosten of naar het zuiden moet gaan vliegen. Maar andere bijzonderheden aan dit veld zijn ook dat het vliegveld eigenlijk gedurende de volledige daglichtperiode 7 dagen in de week geopend is. Ja, de eerste vliegles is over het algemeen, noemen wij dat een air experience. Dat houdt dus in dat de kandidaat dus een stukje ja, ervaring gaat opbouwen, maar een beetje een goed idee krijgt van waar de lessen uit bestaan. We proberen dan ook ja, diverse oefeningen te pakken. Denk dan aan het draaien van bochten, het vliegen van verschillende snelheden, het klimmen, dalen. En dan zien wij al heel gauw van, ja, wat de progressie is van zo'n leerling, waarop we een redelijke inschatting maken of het voor zo'n persoon haalbaar is. Aan de andere kant geeft het ook een hele goede indruk aan de leerling wat hij kan verwachten. En dan eerst wat praktijklessen te gaan doen. Je begrijpt daarna de theorie veel beter. Dus wij adviseren mensen altijd om een stuk of 20 lessen te pakken voordat ze echt de theoretische studie gaan oppakken. Maar wel tijdens die lessen wat een stukje vluchtvoorbereiding pakken en de theorieboek al een keertje doornemen. De vliegtuigen die we hier, waar we hiermee vliegen, die zie je hier staan. Dat is de TL-3000, de Sirius van de TL-fabrieken. Wordt gemaakt in Tsjechië. Die toestellen vallen in de MLA-klasse, de Microlight Aircraft. Op dit moment hebben we 2 van die toestellen en daar wordt op gelest. Toestellen zijn uitgerust met een glass cockpit. Er zit een Rotax in, 100 pk. Toestellen zijn van carbon, wegen leeg slechts 325 kilo. En hebben een technisch maximum take-off weight van 600 kilo. Voor de mensen die daar een brevet op gehaald hebben, hebben wij nog, en die echt wat sneller willen vliegen, die kunnen gaan vliegen met Stream. De Stream is toch wel ook een carbon toestel, wordt in dezelfde fabriek gemaakt. Hij heeft ook een 100 pk, maar daarnaast is het nog een complex toestel, noemen we het ook wel eens. Hij heeft een intrekbaar landingsgestel. Het is een laagdekker, dus het is een wat gecompliceerde toestel. Omdat je achter elkaar zit, is je niet per definitie geschikt om er mee te lessen. Dus dat is eigenlijk meer voor de mensen die nadat ze hun brevet hebben gehaald een keer een stapje willen maken en een toestel willen huren. Iedereen die bij Adventure Flights begint te vliegen, die maakt dus gebruik hier van het vliegveld en moet dus lid zijn van de vliegclub hier. Vliegclub, we zijn op dit moment zijn we met ongeveer 110 leden. En het doel van de vliegclub is dus de vliegers verenigen, maar wij huren als club ook de faciliteiten hier. Dus als je lid bent van de club mag je ook gratis gebruik maken van die faciliteiten.
bestaat hier uit een clubhuis met een instructieruimte. Een brasserietje waar je gewoon van alles kan eten en drinken. Wat dat er gaat, zijn we hier prima geoutilleerd. En voor de mensen die uiteindelijk zelf een vliegtuig kopen, is er ook ruimte om een plekje hier te huren om je vliegtuig te stallen.